Is de avondklok een goed besluit? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Nederland bereidt zich voor op de invoering van de avondklok. De Tweede Kamer stemde gisteren voor nadat was afgesproken dat de avondklok een half uur later zou ingaan. De avondklok geldt vanaf 9 uur 's avonds tot 5:30 's ochtends. Nu bij ons aan tafel Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid voor de SGP. Goedenavond, meneer Bisschop. Goedenavond. Wat vindt u? Is de avondklok een goed besluit? Nee. Dat zegt u heel snel. Ja, wij hebben daar in de voorbereiding als fractie ook goed over nagedacht. Wij zijn van mening dat als je de maatregelen die al afgekondigd zijn, als je die gewoon echt consequent gaat handhaven, dan heb je die avondklok zeker in dit stadium helemaal niet nodig. Mm-hmm. Maar het mankeert aan handhaving. Ja. En dan wordt er nu een nieuwe maatregel opgestapeld. Ja. In de hoop dat het dan beter gaat? Ja, want uw fractievoorzitter die zei gisteren in het debat dat het eerder een uiting is van onmacht dan van daadkracht. Kunt u die uitspraak toelichten? Nou, het lijkt daadkrachtig. Hè? In het kader van preventie kondig je de avondklok af. Maar het is inderdaad eigenlijk een uiting van onmacht. Want je slaagt er niet in om de andere maatregelen die bewezen acten effectief kunnen zijn, om die voldoende te handhaven. Ja. En dan is het een illusie om te denken dat je door een stapeling van maatregelen uiteindelijk wel tot het gewenste resultaat komt. Dus wij hebben uit overtuiging tegengestemd. Ja. Die avondklok is ook een staatsrechtelijk gezien een enorme ingreep in de rechten van jou als staatsburger. Ja. U heeft tegengestemd inderdaad, tenminste de SGP heeft tegengestemd, maar de meerderheid van de Kamer heeft voorgestemd. Is dat dan zuur om te merken? Nou ja, kijk, dat is het democratische proces. Ik bedoel, ook al hebben wij tegengestemd, ik zal me wel proberen te houden aan die avondklok. Dat is duidelijk. Maar dat hoort bij het democratische gebeuren. Maar ik kan me ook voorstellen dat partijen hebben gedacht van, nou, de afweging van de IC's die liggen zo goed als vol. Laten we maar maatregelen erbij doen, want anders loopt het uit de hand. Wat zou u dan zeggen tegen die mensen? Dan zeg ik van, ik snap die zorg. Ik deel die zorg. Mm-hmm. Want dat is een belangrijke reden om maatregelen te nemen. Alleen, vraag dan van de overheid dat ze de afgekondigde maatregelen consequent gaan handhaven. Mm. En het lijkt wel heel stoer om dan nu een extra maatregel te doen. Maar begin dan met gewoon de andere maatregel te handhaven. Ja, een extra maatregel die ook is afgekondigd is dat er nog maar 1 persoon op bezoek mag. In plaats van 2 of 3. Ja. Wat vindt u daarvan? Nou, ik had net vanmiddag met mevrouw aan tafel erover. Binnenkort zijn 2 kleinkinderen van ons jarig. Mm-hmm. Wie gaat er naartoe? Ja. Dan zit je dus naast elkaar in de auto. Je leeft samen in hetzelfde huis. Maar dan mag er maar 1 van 2 mag daar naartoe. Maar er is nou eenmaal een pandemie, dus misschien is het ook wel nodig. Ja, maar wat is dan het voordeel dat of zij of ik ga in plaats van dat we met z'n tweeën gaan? Ja. Dus wat levert dat dan aan grotere veiligheid op? Niks. Ja. Helemaal niks. Dus je zegt van het is een onnuttige maatregel. We gaan het ook hebben over de effecten van deze maatregelen. En dat doen we met Corine Rietberg, die nu met ons verbonden is. Zij is initiatiefnemer van Zorg voor Jongeren, die toerusting biedt aan kerken en ouders in de zorg voor jongeren. Ze is ook vrijwilliger bij Chris Telefoon, waar ze regelmatig in contact is met jongeren. Mevrouw Rietberg, vanuit uw ervaring, uw praktijkervaring met jongeren, wat is de impact van deze coronamaatregelen op jongeren? Ja, die is eigenlijk best wel enorm. Het hoort bij de ontwikkeling van jongeren dat ze veel met vrienden zijn. En het gaat niet om 1 vriend, maar het gaat om het met groepen zijn. Mm-hmm. En dat is nu al geruime tijd niet mogelijk, ook buiten al niet meer. Mm-hmm. Een ander effect is dat de ontwikkelingstaak van jongeren is dat ze loskomen van hun ouders. Ja, als iets lastig is nu in deze tijd, is loskomen van je ouders omdat je heel erg veel thuis zit. En iets anders is, jongeren zijn dan misschien wel veerkrachtiger dan volwassenen, maar ze zijn alle autonomie kwijt. Dus alles wordt voor hen besloten, ze mogen niet meer naar school, ze mogen niet meer naar een jeugdclub, ze mogen niet meer sporten. Ze zijn echt compleet afhankelijk geworden van wat anderen voor hen beslissen. Ja. En dat kan best wel een effect hebben op de ontwikkeling van jongeren, dat die dus vertraagt. Ja, want u heeft contact met jongeren. Merkt u dat jongeren meer eenzaam zijn in de afgelopen maanden?
Nou, dat verschilt eigenlijk wel per jongere. Je hebt natuurlijk jongeren, als ik kijk naar mijn eigen zoon, die gamet sowieso al heel veel. En die wordt niet eenzaam, want die is gewend om via Discord contact te hebben met zijn vrienden. Ja, gewoon via de computer. Maar als je kijkt naar jongeren die bijvoorbeeld contact hebben via school of via sport. Ja, deze jongeren worden echt eenzaam, doordat ze gewoon die contacten niet meer hebben. Misschien niet gewend zijn om via online dingen contact met elkaar te hebben. Ja, ik hoor echt van jongeren die een hele week op een kamer zitten. Ja, nu zijn er deze week nieuwe maatregelen, strenge maatregelen afgekondigd. Namelijk een avondklok en dat je maar 1 persoon op bezoek mag krijgen per dag. Zijn die maatregelen volgens u proportioneel gezien de schade en de effecten die het heeft onder jongeren? Ja, ik vind het lastig om te zeggen, omdat ik ook niet heel erg helder heb wat de winst, zeg maar, is van deze actie of van deze maatregelen. Ik kan me voorstellen dat ze willen voorkomen dat al die feestjes van jongeren in de weekenden, dat ze dat willen voorkomen door een avondklok in te stellen. Nou, dan moeten dus de goeie onder de kwaaie lijden, zeg maar. Maar we moeten wel een pandemie eronder zien te krijgen. Ja. En ja, daar zijn rigoureuze maatregelen voor nodig. Ik denk dat de impact van 1 bezoeker misschien nog wel groter is voor de jongeren. Dat ze, eerder konden ze misschien nog 2 en soms 3. Ja. En nu nog maar 1, terwijl ze eigenlijk wel gewend zijn om met groepen om te gaan. Ja, als u, heeft u misschien ook advies of tips voor ouders of voor leerkrachten of voor mensen die met jongeren werken en omgaan, hoe ze daarmee moeten omgaan? Nou, ik denk dat het vooral belangrijk is om de jongeren echt te zien. Hè? Dus te kijken van welke jongeren heeft het zwaar. En dat doe je dus door in gesprek te gaan met jongeren. En te vragen van, hey, hoe gaat het met jou? En echt daar diep op door te vragen. Hoe gaat het echt met jou? Ja. En daarnaast denk ik dat het ook wel goed is om te kijken naar wat wel kan. Wat zijn wel mogelijkheden? Ja. En maar ja, ik heb daar een video over gemaakt. Die is te bekijken via mijn website. Dus ja, zoek die vooral op, zorgvoorjongeren.nl. Ja. En kijk ook als kerk hoe je ouders kunt ontlasten. Want ouders hebben het ook zwaar. Dus hè, kijk hoe je ouders kunt ontlasten in deze moeilijke tijd. En bied hoop. Er ja. is lucht aan het einde van de tunnel. Ja, bedankt voor uw toelichting, Corine Rietberg van Zorg voor Jongeren. Meneer Bisschop, hoe reageert u op wat mevrouw Rietberg zegt? Nou, zeer herkenbaar. En zeker het punt wat ze maakt, dat deze maatregel eigenlijk vooral bedoeld lijkt te zijn om te voorkomen dat er feestjes gehouden ja. worden. Nou, dat illustreert precies onze kritiek op deze maatregel. Als dat het probleem is en je wilt dat voorkomen, dan moet je een maatregel bedenken die dat voorkomt. En daarop handhaven. Eigenlijk. Met stevige handhaving. Ja. Maar wat je nu doet, is in plaats van zo chirurgisch opereren, ga je een generieke maatregel noemen. Anderen zeggen van dit is een bottenbijl methodiek. Ja, daarmee vervreemd je in feite je van het draagvlak onder de bevolking in bredere zin. Ja, helemaal duidelijk. We gaan naar het volgende thema. En dat is namelijk dat de SGP deze week in het nieuws was. Er is oneenigheid binnen de partij over of je eventueel samenwerking moet uitsluiten. Wel met een partij of juist niet. De partij heeft als standpunt, wij sluiten geen partij van tevoren uit. Kunt u dat toelichten, wat er aan de hand is? Ja, natuurlijk is er binnen de SGP wordt daarover gesproken. Alleen doordat het nu in de spotlight staat, lijkt het probleem groter dan het in werkelijkheid is. Er zijn mensen die zeggen van oké, de reserves ten opzichte van partijen die zich buiten de rechtsstatelijke grenzen bewegen, die zijn zo groot dat samenwerken zeer onwaarschijnlijk wat is. Wat bedoelt u met buiten de rechtsstatelijke grenzen? Bijvoorbeeld, laat het concreet zijn. Als het gaat over het antisemitisme wat zich openbaarde bij Forum voor Democratie. Of de houding van PVV ten opzichte van de islam. Terwijl wij zeggen van ja, dan is er juist reden om met elkaar in gesprek te blijven. Maar gesprek is iets anders dan samenwerking, toch? Ja, maar je hebt verschillende niveaus van samenwerken natuurlijk. Hè? Ja. Kijk, als we samenwerken in de Tweede Kamer met PVV op een motie die we gezamenlijk kunnen indienen, bijvoorbeeld als ze dat op prijs stellen, zijn we altijd bereid om er serieus naar te kijken. Ja. Ligt er een motie die
staatsrechtelijke toets van de kritiek en principiële toets van de kritiek kan doorstaan, dan steunen we dat. Ja, maar nu, dacht de burgemeester van Veenendaal, burgemeester Katz, die dacht er wat anders over. Sterker nog, die is zelfs uit de partij gestapt, omdat hij zegt, ik wil geen lid zijn van een partij die hult met antisemieten. Ja. Ook de voorzitter van de SGP die heeft gezegd dat wat hem betreft niet optimaal is om samen te werken met een partij als Forum voor Democratie. Dus er is wel oneenigheid binnen de partij over. Komt u daar uit samen? Ja hoor, zeker. Wij stellen ons heel bewust altijd op een standpunt, omdat dat past in onze democratische rechtsorde. Mm-hmm. Wij sluiten op voorhand niemand uit, geen enkele partij uit. Op het moment dat je dat wel zegt, dan zeg je tegen een deel van de kiezers, met jullie heb ik helemaal niks te maken. Ja, je hebt wel wat met die mensen te maken. En daarom is het contact en het gesprek is belangrijk. Of het gaat om het samenkomen in een gedeeld programma, dat is een ander verhaal. Ja, aan de andere kant, een van de mensen die op de partijlijst staat voor Forum voor Democratie, nummertje 7, dat is Freek Jansen, die heeft gezegd dat Joden internationale pedonetwerken hebben en vrouwen massaal de pornografie inhelpen, wat echt openlijk antisemitisch is. Ja. Is dat niet voor de SGP een grens dat we zeggen van nou, sorry, maar daar kunnen we gewoon niet mee samenwerken? Daar nemen we afstand van. Dat is voor ons absoluut een onacceptabele uitlating. Mm-hmm. Maar hoe kunt u dan wel met die partij nog blijven samenwerken? Kijk, als dat hun lijn is, dan werken wij met die partij niet samen. Mm-hmm. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij tot nu toe in de Tweede Kamer van die antisemitische lijn, van de die er ook is in Forum voor Democratie, niets gemerkt hebben. Nee. En omdat een van de leden, een van de kandidaten iets roept, om dan te zeggen van wij willen helemaal niks met hen te maken hebben. Mm. Ja. Kijk, dan zou je ook bijvoorbeeld een Partij voor de Dieren moeten uitsluiten die zegt van wat hier nu plaatsvindt in Nederland, dat is een holocaust op dieren. Mm-hmm. En die vergelijkt Joden in de Tweede Wereldoorlog, de positie van Joden met de vleesindustrie. Ja, vindt u dat vergelijkbaar, die twee? Nee, ik vind dat buiten alle proporties. Mm-hmm. Maar dat neemt niet weg dat wij gewoon in gesprek blijven met de Partij voor de Dieren. Ja, want de SGP staat wel bekend als een partij die liefde heeft voor het Joodse volk, die liefde ook heeft voor Israël. Dan is het lijkt wel een beetje te wringen, zeg maar, die twee. Hè? Dat iemand die gewoon op de nummer 7 staat van Forum en dit soort openlijke antisemitische dingen, dat de SGP dan niet zegt van nou, dat doen we niet. Ja, maar wat wij zeggen, wij nemen daar afstand van. Mm-hmm. Wij laten zien hoe wij dat antisemitisme tegen willen gaan. Ja. We nemen daar initiatieven voor. We kiezen daar nadrukkelijk positie tegen. Ja. Maar dan ben je toch niet daadkrachtiger als je zegt van jammer, met jullie wil ik helemaal niks te maken. Mm. Met die mensen wil je in gesprek blijven. Juist want die wel. Wil ze overtuigen dat dat antisemitisme verfoeilijk is. Ja, dat maar dodelijke gevolgen heeft gehad. Heeft u dan effect als u met die mensen in gesprek gaat? Gaan ze dan inderdaad zeggen van nou, ik heb spijt van die uitspraak, denkt u? Nou, wij vragen niet van hen om spijt te betuigen of wat dan ook. Dat is ook een beetje modieus, vinden wij. Maar of het invloed heeft. Kijk, wij kunnen niet de mindset van van anderen veranderen. Nee. Wat wij wel kunnen doen, is het gesprek aangaan en argumenteren, het debat aangaan en laten zien wat er fout aan is. En dan hoop je dat dat zijn effect heeft. Je bidt ervoor. Mm-hmm. Alleen, wij kunnen de harten van mensen niet veranderen. Maar het is wel een punt dat voor ons nadrukkelijk van belang is. Mm. Je bent samen mens. Je bent naasten van elkaar. Ja. En het is een vorm van naastenliefde om ook met die mensen in gesprek te blijven. Ja. En dat heeft ook iets te maken met misschien wel politieke naastenliefde. Mm. Zonder dat je hun overtuiging gaat delen of overnemen. Integendeel, als je ziet dat het een hele foute overtuiging is, dan neemt u afstand, zegt u. Dan neem je afstand, alleen je gaat wel een gesprek aan om die ander te helpen. Ja, over naaste liefde gesproken, naar het volgende onderwerp toe. De vluchtelingen uit het kamp Moria zijn in Nederland gearriveerd. Er zijn alleen maar 2 alleenstaande minderjarige vluchtelingen onder hen. Hoe kan dat? Nou ja, omdat het hele verhaal van dat er zoveel minderjarige asielzoekers zouden zijn op Moria, dat hele verhaal, dat klopte dus niet. Mm. Dus het blijkt gewoon anders in elkaar te zitten. Yeah.
Het zijn gruwelijke beelden, dat vooropgesteld. Ja. En daar moet wat gebeuren. En dan komt ook deels omdat de staatssecretaris Broekers-Knol... die had een lijst samengesteld. En inderdaad, aan die lijst voldoende dan maar 2 minderjarige asielzoekers. Maar is die lijst dan wel goed? Ja, er zijn onvoldoende minderjarige asielzoekers. Mm-hmm. Maar dat was al langer bekend. Maar dat er maar 2 waren die aan die criteria voldeden. Maar zijn die criteria dan wel goed opgesteld volgens u? Dan zou je dus de minderjarigheid moeten laten vervallen. Ja, of andere criteria. Ja, maar dat betekent dus precies dat er... er wordt over asielzoekers gesproken. Mm-hmm. En die mensen zitten in een ongelooflijk beroerte situatie. Ja. Alleen, waar wij als SGP altijd op aangedrongen hebben... haal de echte vluchtelingen eruit. Mm-hmm. De mensen die aanspraak kunnen maken op asiel. Wees ruimhartig. En vang die op, zorg voor hen. Maar als er illegale migranten onder zitten... Mm-hmm. en daar is vaak sprake van... Mm-hmm. Dan moet je zorgen dat die naar het land van herkomst teruggebracht worden. Ja, dus dat onderscheid wilt u duidelijker hebben. Absoluut. Vindt u dat op dit moment niet duidelijk genoeg? Nee, absoluut niet. Alles wordt op één hoop geveegd, asielzoekers. Maar er is ook verdragsrechtelijk en ook juridisch. Er is een fundamenteel onderscheid tussen vluchtelingen en migranten, illegale migranten. Maar dat onderscheid, of die dat wordt uitgezocht, neem ik aan, in de procedure, in de asielprocedure. Ja. Wordt op een gegeven moment door de rechter bepaald van nou, dit is een vluchteling, die mag hier blijven en andere niet. Dus in principe dat proces bestaat toch al in Nederland? Ja. Alleen in Griekenland loopt dat te stroef. Het is Griekenland volledig over de schoenen gelopen, dat merk je aan alles. En daarom hebben wij gezegd, operatie Achilles, zo hebben we het genoemd. Een civiel-militaire operatie, ondersteun de Griekse overheid, zodat daar snel duidelijk kan worden wie maakt aanspraak, of wie heeft terecht aanspraak op de status van vluchteling, dus asiel, en wie niet. En voorzie in een goede plaatsing van die asielzoekers. Ja. En ook een passende maatregel voor de migranten die geen recht hebben op de status. Ja, we gaan weer naar het volgende onderwerp, want de tijd dringt. Het vorige week trad het kabinet af vanwege de toeslagenaffaire. Was hier, wat vindt u daarvan? Vindt u dat zij op tijd hun verantwoordelijkheid hebben genomen? Nou, wat ons betreft echt de koninklijke weg zou zijn geweest. Mm-hmm. Verantwoording afleggen aan de Tweede Kamer. De Kamer gehoord hebbende en dan tot een besluit komen. Ja, dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Mm-hmm. Tegelijkertijd is het wel zo dat het kabinet zich wel verantwoord heeft achteraf voor de Tweede Kamer. Maar op dat moment waren ze al demissionair. Ja. En vandaar ook het wat misplaatste grapje van de premier van... ja, ik heb nou eigenlijk nog veel meer te vertellen dan vroeger, want jullie kunnen me niet meer wegsturen. Ja. Dat zijn flauwe grapjes. Ja. Maar er werd ook gezegd in dat rapport, in het onderzoeksrapport, de Tweede Kamer is medeschuldig. Ja. En opmerkelijk was ook in het debat erover dat er veel vingers werden gewezen naar premier Rutte als schuldige. Dat de christelijke partijen ook hand in eigen boezem staken. Wat was die afweging dat u dat deed? Nou, omdat de Tweede Kamer ook wel degelijk medeverantwoordelijk is voor de situatie die ontstaan is. Want ook de rechterlijke macht kreeg nog een flinke sneer, een veeg uit de pan. Maar als je goed kijkt, dan zag je dat die rechters in feite niets anders gedaan hebben dan vooral consequent handhaven de regeling toepassen die de Tweede Kamer had ontworpen en goedgekeurd. Ja. Dus die had geen escape via een soort hardheidsclausule. Mm-hmm. Maar deelt u de kritiek van die andere partijen op premier Rutte, de rol van Rutte? En dat had wat ons betreft duidelijker uit de verf mogen komen. Mm-hmm. Waarom is het toch terecht dat het kabinet zijn ontslag heeft ingediend, demissionair is geworden? De informatievoorziening richting de Tweede Kamer is voortdurend gefrustreerd. Ja. En dat is de aantasting van een fundamenteel grondrecht. Ja. Van de Tweede Kamer. Ja, we moeten naar een afronding toe. Maar vandaag is bekend geworden dat de gedupeerden van de toeslagenaffaire zeggen dat ze liever een nieuw burgerservice-nummer zouden willen, zodat ze niet het stempel meer van fraudeur hebben. Een hele korte reactie daarop? Ja, als dat een begaanbare weg is, absoluut ermee eens. De mensen die geen fraude gepleegd hebben, die mogen daar en op deze schandalige manier zijn behandeld, die mogen daar nooit meer mee geconfronteerd worden met de gevolgen van de misstappen van de overheid
vanuit de overheid. Dank u wel. Als dit een oplossing is, dan is dat oké. Mooi, dank u wel voor uw toelichting en uw komst naar de studio, Roelof Bisschop van de SGP. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Uitgelicht. Maandag zijn we er weer. Ik wens u een heel fijn weekend. Graag tot maandag.